Het duurt waarschijnlijk nog een klein jaartje. Maar dan kan heel Nijmegen gaan genieten van een drankje op de rooftop bar van de iconische Nijmaar Watertoren. Voor de realisatie van de nieuwe hotspot is het wel van belang dat het zijn monumentale waarde blijft behouden. Komende zomer gaan de werkzaamheden van start en volgend voorjaar moeten deze zijn afgerond. En in de toren, die op het dak van de Nijmaarfabriek staat, komt er ruimte voor horeca. Verhuurbare ruimte voor workshops, vergaderingen, congres en exposities. En daarboven een panoramabar met uitzicht op Nijmegen. Maar voordat dit plan van start kon gaan, was het nog een hele klus om dit te kunnen realiseren. Nou, we hebben ongeveer 3 jaar over gedaan om te kijken of dat we geld konden organiseren om de watertoren op te knappen. Dat was best nog wel heel erg ingewikkeld. Eerst zat er nog een soort van gevel in, hè, van baksteen. Alleen op last van de constructeur hebben we die eruit moeten halen voordat we de rest van het gebouw in gebruik konden nemen. En dat heeft er eigenlijk voor gezorgd dat de toren al deels gesloopt moest worden voordat we konden beginnen. En met een beetje hulp van geefgeld van zowel de provincie als de gemeente en een lening via het Nationaal Restauratiefonds kunnen we toch eindelijk de toren aan gaan pakken. Dus daar zijn we heel erg blij mee. Maar dat gaat niet helemaal vanzelf natuurlijk, want we hebben nog wel wat te doen zoals je ziet. Ja, want zo'n gemeentelijk monument opnieuw herbestemmen vraagt zijn aandacht. En het is daarbij van belang dat de watertoren dan ook zijn monumentale karakter blijft behouden. Er zat vroeger een gevel in, helemaal tot boven. En waar je nu die betonnen rand ziet, daar zat eigenlijk het water. Het is natuurlijk een watertoren, dus dat was het waterreservoir voor de hele fabriek. Dus daar komt eigenlijk de rooftopbar. Een mooie ruimte waar je dus in die betonnen schil zit en ook door het gat wat er vroeger in het dak zat weer naar buiten kijkt. En dat raam zit eigenlijk diep terug in de gevel, zodat die opvallende betonstructuur heel duidelijk aanwezig blijft. Dat is eigenlijk constant een uitgangspunt geweest in het ontwerp, omdat dat het monumentale karakter is van de watertoren. Samen met die bakstenen rand die je bovenin ziet met die grote Nijmaar letters erop. Die zie je al van ver als je de stad binnenkomt rijden. Dus die blijven echt gewaarborgd in het ontwerp. En alles wat wij nieuw toevoegen is daar eigenlijk aan ondergeschikt. En is het nou Nijmaar of Nima? Daar is nu het verlossende antwoord op. Wat ons betreft spreekt het uit als Nijma. Vroeger op de werkvloer spreekt men ook altijd over Nijma. En wat ik heb begrepen van oud-werknemers die hier af en toe nog op rondleidingen komen, zeiden ze op kantoor dan Nima. En Nima wordt ook nog wel eens gezegd, maar dat is eigenlijk meer street slang voor Nijmegen. Dus Nijma, ja.